Je bent nu ook directeur van de bibliotheek. Hoe voelt het voor jou en directeur van de Biep en van Hof 88? Nou ja, ik vind het zelf een hele leuke aanvulling. Want we werken natuurlijk al in de stichting al sinds 2014 samen. En ja, nu is het een enorme leuke uitdaging om ook alle collega's van de Biep rechtstreeks als directeur te mogen ondersteunen in hun werk voor de stad Almelo. Juist, en hoe denk je dat te gaan combineren, deze functies? Hoe ga je ze invulling geven? Heb je daar al zicht op? Ja, zeker. Er zit natuurlijk een groot deel overlap in de directietaken voor de stichting als geheel. En dat hadden we nu verdeeld tussen Gert-Jan Zweep en mij. Maar dat zat gewoon ook heel veel dubbelwerk in. En daarnaast gaat het managementteam een hoop operationele taken overnemen. En dat is in Hof 88 hebben we dat eigenlijk al heel goed voor elkaar. En daardoor ontstaat ook de ruimte om hier ook bij de bibliotheek meer aanwezig te zijn. En ja, meer ook rechtstreeks voor de bibliotheekorganisatie te doen en voor de stichting als geheel. Juist. En heb jij nog plannen die jij zou willen realiseren binnen de bibliotheek? Nou, niet op die concrete manier. Dat ligt gewoon een hele goede basis. En we hebben nu gewoon we zijn al anderhalf jaar natuurlijk met vallen en opstaan. Dat we dingen wel kunnen en niet kunnen. En open en dicht en open en dicht. Dus nu is de kans, hoop ik, dat we de weg weer echt terug naar het normaal kunnen gaan afleggen. En dan kan er steeds meer. En dan gaan we ook gewoon heel goed kijken van nou, welke dingen kunnen we gaan toevoegen. Welke dingen kunnen we gaan vernieuwen. Zodat we echt weer echt een bruisend geheel hier hebben aan het baken met een hoop reuring. Want ja, echt een half jaar dicht, dat was echt een drama. Ja, dat was niet leuk. En heb je ook al dingen als nieuwe activiteiten die je wilt hier ontplooien? Nou, dat is niet zozeer aan mij als directeur, maar dat komt uit de organisatie. En ook mijn collega's die zich met activiteiten bezighouden, die staan te trappelen om weer te mogen. Dus ook de komende zomer gaan we weer, alles als het mag, gaan we weer hele leuke kinderen- en jeugdactiviteiten ontplooien. En nou, zo gaan we dat echt weer opbouwen, dat we weer helemaal vol in bedrijf zijn. Straks ben jij dan en zowel het gezicht van de Biep als van Hof 88. Ja. Ik hoop je en wens je daar heel veel succes bij. Dankjewel, dat gaat zeker lukken. Oké. Okay.